Ben ik nu wel live? Ah, ja, ik ben nu live. Kijk. Even terug. Nou, hallo, welkom allemaal bij deze lezing over specialisten en generalisten op de boerenland. Nee. Ik had jullie hier allemaal graag live gezien, maar dat is helaas vanwege de huidige maatregelen steeds net niet mogelijk. Dus we doen het even zo. Ik zal beginnen even met mezelf voor te stellen. Mijn naam is Nick Hofland. Ik ben bioloog. Ja, ik heb promotie. Ik heb eerst als junioronderzoeker en als promotie promovendus heb ik gewerkt aan boerenlandvogels en insecten. Mijn vraag daarbij was, wat zijn de effecten van neonicotinoïden, dat zijn pesticiden, op insectenpopulaties en vogelpopulaties op boerenland? En de centrale vraag daarbij was, zijn er tegenwoordig eigenlijk dusdanig weinig insecten over op het boerenland om zeg maar de vogels die afhankelijk zijn van die insecten te kunnen voeden? Dat contract is helaas afgelopen en ik werk er nog wel aan om wat dingetjes af te maken. Ja. Maar zodoende werk ik momenteel bij Ecologisch Advies, Propuiting Advies, om toch wat te doen te hebben, zal ik zeggen, buiten mijn PhD om. En voordat ik het vergeet, jullie kunnen via de chat als het goed is vragen stellen en dan komen die bij mij terecht. Doe dat vooral, dan hebben we ook een beetje interactie, zal ik maar zeggen. Hè. Dit plaatje zal, neem ik aan, menig van jullie bekend voorkomen. Het gaat niet goed met de boerenlandvogels. Ze gaan de afgelopen decennia gewoon hard achteruit. En dat kunnen we terugzien. Maar veel van deze boerenlandvogels eten insecten. Hoezo? En hoe zit dat dan? Ik wilde dat even een beetje kwantificeren. En daarom heb ik naar de boerenlandvogelbalans van 2020 gekeken. Dat is een SOVOM-rapport en dat wijst 35 doelsoorten aan, dus vogelsoorten, die als doelsoorten voor het boerenland gelden. En daar heb ik even op een rijtje gezet en 27 van die 35 soorten eten insecten. En dat is dus ook voornamelijk in het broedseizoen, als ze hun jongen groot proberen te brengen. Oké. Dan eten ze kennelijk veel insecten, maar waarom doen ze dat? Huh? Dat is heel duidelijk. Insecten zijn gewoon een hele goede voedselbron. Insecten bevatten veel energie, hebben een hoge voedingswaarde. En er zitten van alle andere dingen in die gewoon heel fijn zijn voor die vogels om binnen te krijgen. Ze zitten vol van mineralen, vitamine. En heel belangrijk, er zitten ook heel veel eiwitten in. En eiwitten, die heb je gewoon heel erg nodig om je eigen vlees en zo te creëren. Dus die heb je heel erg nodig. Als je als jong kuik en zo aan het opvoeden bent, heb je gewoon een hele hoge dosis eiwitten nodig om fatsoenlijk groot te kunnen worden en te kunnen groeien. Hebben ze dus in die broedperiode, als ze die jongen groot aanbrengen, hebben ze dus die insecten nodig. Maar het ene insect is het andere niet. Zoals ik zeg, insecten zijn een goede voedselbron en dat geldt eigenlijk wel over het grootste deel van de range. Maar toch zijn er best wel grote verschillen tussen soorten, via soorten, tussen soortgroepen. Ik laat deze tabel nu even zien. Er staan een heleboel getallen in, hoef je op zich niet echt, hoef je allemaal niet te onthouden. Maar de kernboodschap hiervan is dus, verschillende soorten hebben een heel ander patroon van wat voor voedingsstoffen ze in zich hebben. Wat ze dus eigenlijk aan die vogels kunnen leveren aan voedingsstoffen als ze opgegeten worden. En dat wil ook nog wel eens verschillen tussen de adulte en de juveniele, de jonge beesten. Oké. Helaas gaat het niet alleen met die boerenlandvogels niet goed. Het gaat ook niet goed met de insecten in Nederland. In 2017 hebben we daar een best wel spraakmakende studie over uitgebracht. Kasper Halman. Daar stelden we vast dat in de afgelopen 30 jaar de hoeveelheid insecten in Duitse natuurgebieden met zo'n meer dan 75% achteruit gegaan is. Erg grote getallen en daarmee erg zorgwekkende getallen. Dus daar zijn we toen dieper ingedoken. Wat betekent dat nou? We zijn dat naast andere data gaan leggen. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de data op de vlinderroutes die de Vlinderstichting bijhoudt. Als je die over diezelfde dataset heen plot, dan zie je dat je daar redelijk vergelijkbare patronen qua afname en zo ziet. En ook als je de grafiekjes daaronder kijkt, dat zijn dan vangsten in de Keistoep, dat is een natuurgebied in Noord-Brabant, bij Tilburg in de buurt. Als je dan kijkt van hoe de kevers en de vlinderpopulatie zo in die gebieden ontwikkeld hebben over de jaren, zie je ook een stevige achteruitgang. Kijk, of dat getal van 75%, dat komt er niet iedere keer zo netjes uit. Maar wat wel een consistent patroon is in dit soort gebieden in ieder geval, is dat er gewoon een grote afname aan de hand is. En dat is zorgelijk. Maar het gaat dus niet goed voor die insecten.
En dan zeggen, de vogel even, ja, so what. Maar moeten we daar iets om geven? Is dat een probleem voor onze vogels? Nou ja, zoals ik al zeg, veel vogels zijn afhankelijk van insecten als voedsel. Dus ja, potentieel is dat zeker een probleem. En zoals ik zeg, dat is vooral in het broedseizoen het geval. Waarom in het broedseizoen verwacht je dan die problemen? Nou ja, allereerst, in het broedseizoen, wat ik zeg, hebben ze gewoon heel veel extra voedsel nodig. En daarnaast, je moet je voorstellen, zeg maar, in de winter, als zo'n vogel aan het jagen is en insecten moet verzamelen, dan hoeft hij maar één mond te voeden, alleen zichzelf. Maar in de zomer, in de broedperiode, nou, heeft hij er opeens 4, 5, 6. Nou, je verzint maar hoeveel eieren, hoeveel jongen zo'n beest heeft, heeft hij opeens veel meer monden te voeden. Dus moet je eigenlijk veel meer zijn best doen om al die insecten bij elkaar te verzamelen en dat rond te krijgen. Oké. Dus die problemen qua insecten, hoeveelheid, verwachten vooral in de broedperiode. En dan de tweede vraag een beetje, welke soorten denken we nou dat daar misschien wel het meest vatbaar zijn voor dit soort infecten? Nou, en dan ga je nadenken, sommige soorten zijn natuurlijk meer generalistisch, die hebben heel veel verschillende voedselbronnen die ze aan kunnen spreken, verschillende soorten insecten. En sommige zijn veel specialistischer, daar komt de intro van mijn titel aan, natuurlijk wel aan, die zijn veel specialistischer. En die hebben maar één of enkele soorten insecten waar ze dan van afhankelijk zijn. Nou, je kan je voorstellen, als het dan met een bepaald soort insecten slecht gaat, dan beginnen de voedselbronnen voor die vogels beginnen heel snel uit te dunnen. Terwijl zo'n generalist kan zeggen, oké, het gaat slecht met deze soorten, maar deze gaan nog wel enigszins goed, laat ik dan wat meer van die gaan pakken. Nou, oké, dan hebben we dat hebben we een beetje een idee van, nou ja, waar willen we naar kijken? Hè? Dus gaan we kijken, nou ja, hoe gaan we dat dan uitzoeken? Nou ja, om daar een goed beeld van te krijgen, hebben we dieetonderzoek gedaan voor die vogels. Hoe werkt dat? Nou ja, we hebben de afgelopen jaren hebben we heel veel nesten gevolgd van vogels. En als de jongen dan een bepaalde leeftijd hebben, gingen we daar langs. Hadden we de jonkies uit het nest. Dan hebben we een klein klittenbandje om hun keel. Dat zat dusdanig strak dat ze zeg maar wel gewoon konden ademen en zo, maar niet meer goed hun prooien door konden slikken. Zetten we ze terug in het nest, gaan we weg een uur lang, worden ze als goed is een beetje gevoed en zo. Komen we na een uur terug, halen we ze uit het nest, kijken we in die bekjes. Dan halen we heel voorzichtig, halen we dan wat ze gekregen hebben als eruit. En halen we het bandje eraf, zetten we ze terug in het nest. En dan hebben we dus een heel goed beeld eigenlijk van wat die vogels in een uur tijd gevoerd gekregen hebben. Nou, dan denk je gelijk van, oh, dat is zo zielig en alles. En ja, dat is echt wel stressvol voor die vogels, dat ga ik niet ontkennen. Maar we hebben natuurlijk wel alles aan gedaan om het allemaal zo goed en netjes mogelijk te doen. Zo hebben wij alles gedaan via een aanvraag van de Dierethische Commissie. En om daar even een voorstelling bij te maken, dat is dezelfde commissie als die gaat over, hoe heet het? Nou, je doet een onderzoek naar kanker en je spuit 100 ratten in met een kankerverwekkende stof en je kijkt of er dood gaat. Nou, wij moeten aan dezelfde strenge regels en zo voldoen eigenlijk in dit soort onderzoeken. Dus het is allemaal goed uitgedacht hoe we dat leed zo goed mogelijk kunnen verminderen. Allereerst doen we ieder nest, maken we maximaal één bezoekje aan voor dit soort onderzoek, om zeg maar de stress die één zo'n jong gehad kan hebben of zo'n nest gehad kan hebben te verminderen. Natuurlijk als we ze dan het voer ontnomen hebben, dan gaan we vervolgens een beetje bijvoeren met kattenvoer of iets van vis of zo, om ze toch te compenseren voor het feit dat we ze hun voedsel ontnomen hebben en ze toch niet te veel achter te stellen. En ik heb achteraf even gekeken van hoe gaat dat nou met de ontwikkeling van die jongens. Zien we nou dat de jongen die dan in het onderzoek deelgenomen hebben, dat die het minder goed doen dan de jongen die dat niet hebben. En in ieder geval mijn eerste indrukken daarvan zijn dat dat niet per se het geval is. Oké. Nou, dan weten we een beetje wat we gedaan hebben in het veld. Maar dat hebben we natuurlijk, dat gaan we niet zomaar doen. Daar hebben we een aantal studiesoorten voor nodig. En de eerste daarvan is de spreeuw. Nou, we hebben de spreeuw is hier van april tot en met juni. Die maakt één, af en toe twee nesten, maar dat gaat de afgelopen jaren decennia gewoon niet zo goed. En de spreeuw is een echte generalist wat jacht betreft. Hij is heel bekend voor het zogenaamde gaping, zoals ze het in Engels noemen. Zeg maar het in de grond pikken om zeg maar een wormpje of een eemalt of zo uit te pikken, zo uit de grond. Maar hij jaagt ook op verschillende andere manieren. Hij kijkt gewoon normaal op de grond, zo van waar kan ik beestjes vinden. Hij gaat naar bomen, hij kijkt in bladeren, in takken en zo van kan ik beestjes vinden.
Hij is ook niet schuw om gewoon van mensen gebruik te maken. Zeg maar de patatspreeuw die bij de patatkramen op de loer ligt om een patatje te grijpen wat op de grond gevallen is. Dus spreeuwen zijn gewoon hele, zeg maar, vindingrijke vogels die van veel verschillende voedselbronnen gebruik kunnen maken. En daar komt dan nog bij dat ze een heel groot jachtgebied hebben. Ze kunnen wel tot zo'n 1000 meter, zo'n kilometer rondom hun nest kunnen ze hun voedsel verzamelen. Oké. Nou, dat is de spreeuw, onze generalist. En dan wil ik daar als contrast tegenover stellen de boerenzwaluw. De boerenzwaluw die is hier van mei tot en met augustus. Ja, die maakt daarin 2 tot 3 nesten zo groot. En ik zou de boerenzwaluw dus willen zeggen, willen typeren als een specialist. Dan zullen er bepaalde mensen hier in de zaal misschien zeggen, ja, dat valt toch wel mee, boerenzwaluwen die vangen gewoon een beetje wat er in de lucht zit en zo. Nou ja, ik wil wel om te beginnen zeggen, de boerenzwaluw is op zijn minst een specialist op het gebied van jachtstrategie. Hij jaagt eigenlijk op een hele specifieke manier. In de lucht pakt hij dus de beestjes die hij daar vangt. En hij is dus heel erg afhankelijk van die voedselbron. En als je dan kijkt, dit plaatje hier rechtsonder op de slide. Erg mooi plaatje uit het proefschrift van Bryant uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Daar kun je dan eens in zien waar hij dat dan zoal doet in het landschap. En dan zie je dat zich ook redelijk concentreert rond boven het grasland, om het zo te zeggen. Hij zit vooral laag boven het grasland, ook wel een beetje er wat verder boven. Af en toe een beetje boven het water, af en toe wat achter landschapselementen, bosrandjes en zo. Maar hij zit vooral in het open land. Dus hij heeft een vrij gespecialiseerde manier van jagen. En hij heeft ook nog eens een heel klein jachtgebied. Je kan je voorstellen dat jagen in de lucht, dat is heel erg vermoeiend, basically. Want je moet constant op de vlucht zijn. En daarom komt hij eigenlijk niet zo heel ver van zijn nestplaats af. En gaat maar tot zo'n 200 meter rondom zijn nestplaats, jaagt hij. Nou, dan weten we een beetje waar we naar zoeken. En daarmee kunnen we dan het veld in gaan. En zodoende hebben we dus door heel Nederland hebben wij plekken gezocht waar dus die spreeuwen en boerenzwaluwen voorkwamen. Waar ze nest hadden en waar we dit onderzoek mochten doen. Nou, je ziet een heel mooie, redelijke spreiding over een groot deel van het land. Ook een aantal plekken in Noord-Holland, waar ik natuurlijk heel blij mee ben. En dan denk je al van, ja, dit kun je toch nooit allemaal in je eentje doen. Dit zijn zoveel plekken over heel het land. Nee, dan wil ik heel veel dank geven aan alle vrijwilligers en alle boeren en zo die ons de afgelopen jaren zo uitmuntend geholpen hebben met al dit onderzoek. Want zonder jullie had ik het echt nooit kunnen doen. Dus nogmaals mijn dank daarvoor. En onder andere ook dus omdat ik hier in Noord-Holland ben, even de plekje zo bij rondom de Beemsters, rondom Amsterdam en rondom Naarden en zo even uit te lichten. Bedankt daarvoor. Oké. Nou, dan weten we een beetje wat over dat dieet. Maar dan willen we ook nog even kijken, van kunnen we dat een beetje ergens aan schalen? Kunnen we kijken waar dat eventueel zou kunnen liggen dan, die verschillen in dieet en die we dan eventueel gaan vinden? Om dat te doen heb ik dan gekeken naar het landschap in het jachtgebied van die vogels. Dus ik heb eigenlijk gezegd, van, dit is onze locatie waar die vogels zitten. En daar heb ik een cirkel omheen getrokken ter grootte van het jachtgebied. Dus voor de spreeuw 1000 meter, voor de boerenzwaluw 200 meter. En binnen die cirkel heb ik een aantal verschillende datasets aangesproken om dan een idee te krijgen van hoe ziet dat landschap eruit. Allereerst hebben we de kaarten van Top 10NL gebruikt. Dat zijn hele mooie kadastrale data op de, nou in ieder geval op de meter, maar misschien wel op de centimeter nauwkeurig, gewoon alles wat er voorkomt in het land, om het zo te zeggen, in het landgebruik. En daarnaast, om dat aan te vullen, hebben we ook de data van Boer en Bunder gebruikt. Dat is een website en die verzamelt data over het agrarisch landgebruik in Nederland. En daar kun je dus heel mooi per jaar in zien van, nou, dit jaar stond er dit jaar stond er dit. Weet je, in 2016 stonden aardappelen, 2017 stond er touwen en 2018 stond er grasland. Heel hypothetisch voorbeeld. En om dat een beetje overzichtelijk te maken, hebben we dat dan even opgesplitst in 2 categorieën, graslanden en akkers. En een paar boomgaarden zaten er ook tussen trouwens. Maar niet dat je straks 20 verschillende categorieën hebt en eigenlijk niks meer uit de data kan halen, omdat er gewoon veel te veel categorieën zijn eigenlijk. Helaas waren er een paar locaties die lagen vrijwel op de Duitse grens. Die waren niet in Noord-Holland, kun je misschien nog hokken. Die zaten in Limburg. Maar ja, dan zit je zo op de grens van je gebied, om het zo te zeggen, met je Nederlandse data. Dus daar hebben we het een beetje aangevuld met wat satellietbeelden die ik gewoon ingetekend heb om toch een idee te krijgen van dat laatste stukje wat we nog misten. Oké.
Maar genoeg over het hele verhaal wat er voorkwam, om het zo te zeggen. Jullie willen vast weten wat er dan ook een beetje uitkwam. En dan zal ik even beginnen met het dieet van de spreeuw. En het eerste wat er opvalt in deze grafiek is eigenlijk dat het dieet van de spreeuw heel divers is. De spreeuw springt, zoals ik misschien eerder al naar gehint heb, heel veel verschillende soorten voedselbronnen aan. Je ziet een heel groot deel van je vliegen en muggen. Zowel volwassen vliegen en muggen als de larven. Dus dan denk je aan eemelten, aan rattenstaarten, verschillende soorten larven die ze uit het grasland uitpikken en ook andere plekken oppikken. Je ziet een aantal kevers, dat zijn dan engelingen. Dat zijn ook dingen als volwassen loopkevertjes en zo die ze uit het gras plukken. Wat zijn er nog meer? De vlinders zijn een redelijk grote categorie nog. Dus dan heb je het zowel over een aantal volwassen motjes, maar ook gewoon heel veel rupsen van vlinders, die ze dan van takjes en bladeren en zo afpikken. Dus dan krijg je ook meer dat jagen in het bos, om het zo te zeggen. Of in ieder geval in bomen. We hebben nog een deel wespachtigen, zowel adulten als juvenielen, larven. En dat zijn voornamelijk mieren, die ze dan mierennesten, waar ze dan wat uitgepikt hebben. En als laatste categorie regenwormen. En die pikken ze natuurlijk voornamelijk uit de graslanden, pikken ze wormen naar boven. Dan moet ik wel zeggen, dit plaatje is uitgezet op basis van aantallen. Maar als je dit plaatje uit kan gaan zetten op basis van gewichten, zou je al een heel ander beeld krijgen. Je kunt je voorstellen, een aantal van die wand- en bladluizen, die zijn al redelijk klein. Maar een aantal van deze categorieën, dat zijn gewoon hele kleine beestjes. Maar bijvoorbeeld die vliegen- en muggenlarven, dus die eemelten, maar ook die kevers, zowel de adulten als de larven, de vlinderrupsen en de regenwormen, dat kunnen best wel grote, sappige beesten zijn met veel biomassa. Dus als we dit in biomassa op zouden zeggen, zouden zeker inderdaad die categorieën zoals regenwormen, vlinders en kevers en vliegenlarven, die zouden echt wel een stuk groter gaan worden. Oké. Nou, maar dan weten we dus een beetje van, wat eten ze nou in ieder geval de afgelopen jaren in Nederland. Maar dat willen we ook in perspectief kunnen plaatsen, weet je wel. Dus daarom heb ik dus gekeken naar, wat is er een beetje in de literatuur bekend over wat die spreeuwen zoal eten. En dan komen we op een aantal mooie studies die dit mooi uitgezet hebben. Een aantal mooie studies uit Nederland, uit de jaren 80, uit 1933. En nog een Spaanse studie, om het mee te vergelijken. En dan zie je eigenlijk dat het dieet best wel divers is. Oh, en dan ben ik eigenlijk, bedenk ik me nu één ding vergeten in de vorige slide. We zien dus dat dieet heel divers is. Maar wat ik daar nog bij had moeten vertellen, is dat het ook per locatie nog best wel eens kan verschillen. Het is niet op de ene plek dat ze meer veel meer bijvoorbeeld vlinderrupsen meepakken. En op een andere plek pakken ze veel meer die eemelten of die engelingen mee. Of veel meer regenwormen. Dus je ziet een beetje dat ze op verschillende locaties waarschijnlijk ook verschillende habitats gebruiken. Nou, als we dan hier gaan kijken, dan zien we die diversiteit, die variatie in dieet zien we heel erg terug. Als je bijvoorbeeld gaat vergelijken met het... Als je kijkt naar de hoeveelheid vliegen en muggen die je dan ziet, dan zie je bijvoorbeeld dat het plaatje in die Nederlandse studie uit 1980, dat die best overeenkomt qua vliegen en muggen populatie. Maar dat die andere twee studies er alweer een heel stuk lager zitten. En dat de vlinders bijvoorbeeld in 1933 dan wel veel genomen worden. Dus deze studies verschillen van die van mij, maar verschillen ook nog eens onderling heel erg. En dat komt dus wel overeen met die diversiteit, die variatie in het dieet die we in die spreeuw heel erg zien. Nou, dus wat kunnen we nou een beetje zeggen over dat dieet van de spreeuw? Het is inderdaad heel erg divers. Het kan heel erg verschillen per locatie. Hij haalt zijn voedsel dus ook echt uit verschillende habitats, uit bomen, uit graslanden, uit akkers. En dit komt ook wel overeen met de literatuur. Dus vooral die diversiteit, die variatie in dieet, dat komt gewoon best wel ook uit wat er uit de literatuur bekend is. En dan heb ik nu een hele droge mond, dus ik ga heel even een slokje water nemen. Oké. Maar dat gezegd hebbende, gaan we dan door met onze andere studiesoort. Want hoe ziet dat dieet van die boerenzwaluw er nu uit? Nou, dat verschil in dieet tussen spreeuw en boerenzwaluw, dat is dag en nacht, zou ik willen zeggen. Het zal gelijk opvallen, het dieet van de boerenzwaluw is veel eenzijdiger.
Het dieet van de boerenzwaluw bestaat compleet uit geleedpotigen. Dus dat zijn zeg maar, de grotere groep waar de insecten toe behoren. En het zijn eigenlijk alleen maar insecten op 2 of 3 spinnetjes na. Dat is eigenlijk de enige reden waarom ik niet gezegd heb, het bestaat compleet uit insecten. En het bestaat uit 10 verschillende orden. Van, voornamelijk dus insecten. En het bestaat voor 87% uit vliegen en muggen. Dus dat is, de vliegen en muggen, dat noemen wij in het Nederlands in ieder geval 2 verschillende soorten. Maar dat zijn, het is 1 verzamelgroep, 1 orde aan insecten is het. En dat is dus 87% van het dieet van die boerenzwaluw. In ieder geval hier en nu in Nederland. Oké. Nou, gaan we daar ook eens kijken van hoe dat dan in de literatuur zit. En daar hebben we dus een aantal vergelijkingen weer getrokken. Helaas is er minder data uit Nederland bekend. Maar ik heb wel geprobeerd om wat data zeg maar, uit het redelijk vergelijkbare regio/klimaat te kunnen vinden. En daar heb ik dus een studie gevonden uit 1973 in Schotland. Het werk van de bekende Angela Turner. In Polen uit 2014, dus een stuk recenter. Maar wel een waarschijnlijk wat... het Poolslandschap is nog wat meer... Nou, semi-natuurlijke zal ik zeggen, wat meer semi-natuurlijke habitat-element en zo ertussen. En een, ook een zeer recente studie uit Canada. Ook rondom een vliegveld genomen, zodoende ook wel agrarisch landschap, maar ook wel met meer verschillende soorten semi-natuurlijke habitats en zo erin. Oké, nou ja, als we dan die diëten gaan vergelijken, dan gaan we hele grote verschillen zien. We zien sowieso dat in Nederland en op zich ook in de studie in Schotland, dat het aandeel vliegen en muggen gewoon veel, veel groter is dan in bijvoorbeeld Polen of Canada. En het grappige is dus, of nou ja, misschien het verontrustende, is dat ze zeker in die studie in Canada zeggen ze ook, ja, onze boerenzwaluwen vangen wel vliegen en muggen, maar ze vangen minder vliegen en muggen dan dat er daadwerkelijk zeg maar, beschikbaar zijn in de omgeving verhoudingsgewijs. Het lijkt wel of ze die boerenzwaluwen in Canada vliegen en muggen mijden als voedselbron. Oké. Nou ja, verder zie je dat ze minder wespen, dus verschillende soorten wespen en zo, bejagen in Nederland dan in Canada of in Polen. En dat is wel grappig, dat is nog wel een hele leuke anekdote. Ik heb dus een aantal wespachtigen gevangen in Nederland. En dat zijn voor het overgrote deel honingbijen. En dan denk je, ja, honingbijen steken toch? Ja, honingbijen steken toch, en dat vindt zo'n boerenzwaluw ook niet lekker. Maar mannelijke honingbijen steken niet. En die boerenzwaluwen kunnen dus feilloos mannelijke honingbijen eruit halen. En ik heb geen enkel vrouwtje gevonden wat ze gevangen hebben. En dat vind ik gewoon heel knap. In vlucht, hè? Even, je moet je voorstellen. In vlucht, zo'n zien van dit is een mannetje in plaats van een vrouwtje. Nou, succes. En ik moet onder de binoculair kijken om het te zien. Zo'n beetje. En het laatste grote verschil eigenlijk wat we zien, is dat ze in onze studie veel minder kevers vangen dan in bijvoorbeeld Canada of Polen. En dat is dan wel weer leuk. Want zeker in Polen is het aandeel kevers veel en veel groter. 41% van het dieet wel. En daar zeggen ze ook dus specifiek van die boerenzwaluw gaan achter die kevers aan. Om die te vangen als voedselbron. Kan je je voorstellen. Het gaat dan voornamelijk om mestkevers, zeggen ze dan ook specifiek. En kun je wel voorstellen, dat zijn toch best wel grote, flinke kevers. Ik kan me voorstellen dat het een mooie voedselbron is voor zo'n boerenzwaluw. Nou ja, waarom zouden de boerenzwaluwen in Nederland die dan niet vangen? Nou ja, de logische oplossing zou dan zijn, ja, misschien zijn er gewoon niet zoveel mestkevers in Nederland. Ja, en hoe komt dat dan, hè? Nou, daar ging ik dan eens naar kijken. En toen kwam ik op dit grafiekje, een rapport wat ooit een aantal jaar geleden gepubliceerd is, waarin ze een aantal variabelen uitgezet hadden wat betreft het gebruik van pesticiden en bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse landbouw en hoe dat dan relateerde aan, nou ja, verschillende parameters wat betreft insectenrijkdom en zo. En wat ze daar berekend hebben is dat hoe meer pesticiden en zo zo'n koe binnenkrijgt, hoe minder mestkevers er in die koe, in die mest van die koe voorkomen. Is natuurlijk logisch. Zo'n koe neemt heel veel pesticiden, neemt in het Nederlandse landschap waar gewoon heel veel met pesticiden en zo gespoten wordt, neemt pesticiden op. Die komen er aan de andere kant ook weer uit met de poep. Dus hij produceert poep waar al pesticiden in zitten. Ja, en als jij... die poep is de voedingsbodem voor die mestkevers. Ja, als jij zeg maar, alleen maar voedsel aanbiedt waar gif in zit, dan gaat het niet zo goed met je populatie over het algemeen. Oké. Nou ja, dus we zien inderdaad een hele grote... we zien een shift in dat dieet.
naar een eenzijdige dieet. Maar dan gaan we ook even kijken hoe zit het nou puur op hoeveelheden. Oeh, ik moet heel snel door gaan praten. Hoe zit het nou puur met hoeveelheden die de boerenzwaluwen in Nederland vangen? Nou, dan zitten ze op bijna 290 milligram biomassa per uur. Dat is eigenlijk helemaal niet zo laag. Ik zou zelfs willen zeggen dat dat best wel hoog is. Maar dan moet je een aantal haken en ogen bijzetten. Allereerst, wij hebben alleen maar in goed weer gemonterd. En het is bekend van boerenzwaluwen dat ze voornamelijk in goed weer hun spul verzamelen, hun voedsel verzamelen. En ten tweede, we hebben ook geen langdurige meting van activiteit gedaan. Dus het kan zijn dat ze wel hun kostje bij elkaar schapen, maar dat ze daar veel meer moeite mee hebben. Dat ze veel meer op en neer moeten vliegen, veel meer energie moeten verbruiken om dat kostje bij elkaar te verzamelen. En je kan je voorstellen, als je dat zo doet, dat het gewoon niet zo goed is ook voor je oudere beesten, dat die daar gewoon op een gegeven moment het loodje aan leggen. Gaan we heel snel in over wat is nou het landschap. Nou, je ziet, het landschap is in grove mate is het redelijk vergelijkbaar. Je ziet dat de boerenzwaluwen iets meer grasland gemiddeld hebben in hun omgeving. Dat is logisch, want ze jagen voornamelijk boven graslanden. En dat van de spreeuw iets variabeler is met iets meer akkerland, iets meer bos. En zoals ik al zei, ze spreken die spreeuwen spreken verschillende voedselbronnen aan. Ook verschillende voedselbronnen die afhankelijk zijn van verschillende soorten habitats. Dus verschillende soorten met bossen en akkers en graslanden. En ook dat kun je, als je een beetje hier zo naar kijkt, kun je zien dat die verschillende omgevingen waar die spreeuwen in zitten ook verschillende habitatstructuren hebben. Dus sommige hebben meer bos, sommige hebben meer akkerlanden, sommige hebben vooral heel veel grasland. En ik ben nu dus nog in de fase dat ik aan het kijken ben, kunnen we die link leggen dat in de plekken waar je ziet dat er echt meer bos is, dat je daar ook meer bosprooien ziet. Maar dat is nog, dat is voor een volgende keer. Dus dan ga ik even concluderen. En dan zeggen we eigenlijk, zoals ik er nu naar kijk, op het eerste gezicht zie ik nog niet dat de boerenzwaluw of de spreeuw een probleem hebben wat betreft voedselvoorziening als ik puur naar biomassa kijk. Er zitten wat haken en ogen aan, ik had het al over activiteit en zo. Misschien dat ze wel veel harder bezig zijn, maar ze lijken nog rond te komen. Wat ik wel zie, is dat het dieet van de boerenzwaluw veel minder divers geworden is sinds, in vergelijkingssituaties. En dat zou potentieel een probleem op kunnen leveren, omdat, zoals ik in het begin al zei, verschillende soorten insecten en zo hebben gewoon een verschillend voedingsprofiel. En als die boerenzwaluw steeds meer, en andere specialisten trouwens dan dus ook, steeds meer een beperkte palet van soorten gedwongen worden eigenlijk, is er dus de kans dat ze op een gegeven moment gewoon niet genoeg van bepaalde voedingsstoffen meer binnen kunnen krijgen in hun dieet. En daar komt dan nog bij dat ze geen larven eten, wat ook een hele goede voedselbron is voor veel beesten. En een veel uitgebreidere voedselbron dan veel adulten. Oké, dan ben ik er denk ik een redelijke 7 miles lager doorheen gegaan. Maar dan zit een beetje het einde van mijn verhaal. Rest mij alleen nog de vraag aan jullie, zijn er nog vragen? Of is er nog tijd voor vragen? Ik heb 1 vraag binnengekregen. Oh, maar 1. Oh. Even herhalen. Ja, zal ik doen. Moeten jongen alleen in insecten te eten krijgen van de ouders of krijgen ze ook ander voedsel? Dat voor de Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. De vraag was dus, don't worry. De vraag was dus, moeten jonge vogels eigenlijk alleen maar insecten te eten krijgen van hun ouders, of zijn er ook andere voedselbronnen die ze aan hun jongen geven of moeten geven? Dat hangt dus. Het moeilijke antwoord daarvan is, dat hangt van de soort af. Die boerenzwaluw die doet het echt alleen op dierlijke prooien. Die doet het zelfs vrijwel alleen maar op insecten als prooien. Maar bij die spreeuw is dat verhaal al genuanceerder. De spreeuw eet nog steeds voornamelijk insecten. Maar ik heb daar ook een aantal stukjes, een aantal besjes en zo in gevonden in dat dieet. Een aantal stukjes plantmateriaal en zo. En ik kan me voorstellen, ik heb nu natuurlijk maar onderzoek gedaan naar 2 soorten, maar ik kan me voorstellen dat bij andere soorten die verhouding nog weer anders ligt. Dat er weer meer plantaardig materiaal in dat dieet zit. Dus zeker niet alle soorten zijn compleet afhankelijk van insecten voor hun dieet, hun jonge dieet. Nou, top. Nou, in dat geval zou ik zeggen, hartstikke bedankt voor jullie aandacht. En succes. Zet hem vooral op met uw vrijwilligerswerk ook.
Nou, dank u.